Onder de waterlijn van de Waddenzee ligt een rijk en gevarieerd landschap verscholen. Wat zouden we zien als we al het water konden doen verdwijnen? In ieder geval diepe geulen, zoals de beruchte Helsdeur in het Marsdiep. Daar is de bodem door de sterke getijdenstroom wel 50 meter diep uitgesleten. De veerboot uit Den Helder bevat behalve passagiers ook meetapparatuur, die dagelijks het zoutgehalte en de hoeveelheid plankton bijhoudt. Want de krachtige stroming vervoert sedimenten en nutriënten en lokt daarmee ook deze zeehond op zoek naar vis. Het bloeiende bodemleven onder water voedt ook dieren daarboven, zoals deze grote sterns op Texel. Het zoute water van de Noordzee raakt hier vermengd met zoetwater dat uit het IJsselmeer stroomt. Daarmee is het wat een belangrijke kraam- en kinderkamer voor vissen en garnalen. Op de droogvallende platen rond het eiland Grient volgen drie teenstrandlopers de terugtrekkende vloedlijn. Tijdens de vogeltrek dansen en springen zij hier achter garnalen aan. Over de bodem bewegen fijne zandribbels mee met het ritme van de zee. Door het dynamische samenspel van getijdenstromen langs de hoge zandplaten en diepe geulen verandert het landschap continu. Maar ook menselijk ingrijpen heeft zijn sporen nagelaten. Zoals de aanleg van de afsluitdijk. Na 90 jaar is het Waddengebied de gevolgen daarvan nog steeds aan het verwerken. Dankzij metingen en onderzoeken kunnen we alle veranderingen nauwlettend volgen en modelleren. En om verstoringen van de natuurlijke balans te beperken, is het belangrijk om dat ook in de toekomst te blijven doen. Want met de data van vandaag zien we de Wadden van morgen.